Het past bij mij gewoon, dit idiote ding. Ja, ben je trui? Nou, het is dus donderdag. Ik moet nog even douchen. En Jola die heeft heel veel lol. Want die heeft gisteren natuurlijk onwijs veel dingen gekregen voor de verjaardag. En daar wilde ze heel graag mee spelen. Dus die was alweer vroeg aan het spelen. Hè? En dan heeft ze nog niet eens alles gehad. Want ze krijgt dus van mij en Bart krijgt ze ook nog een laptopje. Een klein laptopje. Omdat we het wel echt heel erg cool vinden. Dat zij het zo goed doet op school. En dat verdient ze dan ook om de schoolprogramma's te kunnen doen op een laptopje. En om te oefenen. Ah, nog meer. Dus niet voor echt andere dingen. Maar meer echt voor leerdingetjes. Zo, even opgefrist. Ik ga trouwens nog heel even wat eten. Straks komt er een vriendin, Celine. Misschien hebben jullie dat eerder gezien in de vlogs. Dat is degene die precies even lang zwanger is als dat ik ben. En we gaan vandaag samen foto's maken. Want ik heb natuurlijk mijn lamp. Deze. En mijn camera, niet vergeten. Moet ik straks even allemaal bij elkaar pakken. En we gaan even ergens een witte muur creëren. Ik denk hier of boven. Boven heb ik dan een beetje een lichtroze muur. En hier heb ik een witte muur. En ja, we hebben veel daglicht hier in huis. Dat is dan wel weer het voordeel van zo'n dak. Dus ik heb gezegd, we gaan eens even samen wat leuke buikfoto's maken. Aangezien we eindelijk toch wel een bolle buik hebben. Ja, eindelijk. Ik ben heel even wat aan het eten. Amandelmelk met granola. De laatste tijd film ik misschien iets minder vaak mijn eten. Vooral in de ochtend en zo. Omdat dat heeft eigenlijk te maken met dat ik een beetje een stapje terug doe op het gebied van de vlogs. En vooral ook de vlogs editen. Normaal vind ik het heel leuk om kleine shotjes tussendoor te doen van wat mijn ontbijt was. Enzovoort, enzovoort. Maar ja, ik ben nu aangekomen op... Hey, vandaag! Ja, vandaag ben ik precies 36 weken zwanger. Dus 36 weken zwanger update komt altijd later. Dus die komt op maandag weer. Maar vandaag ben ik dus echt 36 weken. Nou, dat wil dus zeggen dat een normale vrouw neemt nu echt wel haar verlof. Als ze die niet al heeft opgenomen in de 34ste week. Dus dat wil eigenlijk ook betekenen dat ik gewoon echt een stapje terug ga doen qua vloggen. En dat wil zeggen, niet schrikken, want er komen zeker nog vlogs. Misschien worden ze wat korter, misschien worden ze wat meer alleen praten en dan niet heel veel special edits doorheen van wat ik aan het doen ben. Ik ben ook minder aan het doen. En met de uploads, hoe vaker geüpload wordt, nou ja, je kunt je misschien heel goed voorstellen dat dat omstreeks de bevalling gewoon ineens wel even zo kan zijn dat er een paar dagen geen vlog komt. Maar het lijkt me wel heel erg logisch. Want ja, dan kan ik het dus gewoon echt even niet doen. Meestal is het wel een paar dagen van tevoren ingepland, maar soms ook niet. Dat is een beetje verschillend. En verder zit ik eraan te denken om vanaf volgende week tot een aantal weken na de bevalling even terug te gaan op 3 vlogs in de week in plaats van 5. Maar daar zit ik nog aan te denken. We zijn echt super leuke foto's aan het maken. We hebben net duo foto's gemaakt. Ik zal er eventjes een paar in de vlog voorbij laten komen. Zodat jullie het kunnen zien hoe ze worden. Echt mega leuk om te doen. Het is lunchtijd in Huize Preggo's. Huize Preggo's. Toasties. Toasties. En eitjes voor de mannen. Lekker hoor. Eitjes voor de mannen. Ja. Yeah. Nou, we zijn nu klaar voor deel 2. We gaan nu eventjes buiten wat foto's maken. Vandaar zonnebril. Wat, er is zon! Dus dat is super leuk om wat foto's te maken. Dit jasje heb ik ooit een aantal maanden geleden bij de Mango gekocht. Slaat natuurlijk nergens op als je zwanger bent om zo'n jasje te gaan kopen. Maar ik kon het niet laten toen met Black Friday. Heb ik hem uiteindelijk toch besteld. Ik had hem al eerder gezien. Toen dacht ik, ja, voor na de bevalling. Nou, dat is nu al bijna. Maar voor de foto, nu eventjes, leek het me ook super grappig. Nou ja, als je benieuwd bent naar de foto's, hou mijn Instagram eventjes in de gaten. Dan zul je daar de foto's voorbij zien komen van deze fotodag. There we are, op het midden van de koemarkt. Even een leuk plekje zoeken. Wat vinden jullie van mijn muts? Die muts is zo leuk. Die heb ik van haar geleend. Hij is echt heel leuk. Oh, we zijn zo hip. Oh. Ja. Het past bij mij gewoon, dit idiote ding. Ja, ben je trui? Oh ja. Yola opgehaald. Die is daar. Die is al de squishies aan het checken of ze niet vies zijn geworden.
van andere mensen die ze hebben aangeraakt. En ik ga eventjes eten maken, even snel voor ons tweetjes. Zodat Jola op tijd naar turnen. Naar de disco, de kinderdisco kan. Het is wel Olympisch Spelen thema, dus ze gaat waarschijnlijk in de keuken. Ga jij dat aan doen? Dan ga ik het even maken. Ja, hartstikke mooi. Oké. Jola heeft haar turnoutfit aan en de staart in. Nu nog even je schoenen. Wauw, Jol is er helemaal klaar voor. Bom bom! Ik moet dit dan eten. Ik zit onder de steen. Koud. Het begint weer mega te vriezen volgens mij deze nacht. Oh, wanneer houdt het dus op? In ieder geval, wij gaan lekker ons bed in. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Morgen ook echt weer kijken. Want dan neem ik jullie weer mee de weekendvlog in. En dan ga ik onder andere naar de 9 maandenbeurs. Daar heb ik best wel veel zin in. Ik hoop dat het doorgaat en dat het allemaal goed gaat. Want nee, vandaag heb ik eigenlijk geen gekke krampen of dingen gehad. Dus ik denk dat het wel gewoon doorgaat. Ja, ik voel me goed. Dus als ik morgen een beetje rustig aandoe, wat ook heel erg moeilijk gaat. Want dan hebben we weer twee kinderen die komen slapen hier. Heeft Jola weer een slaapfeestje? Nou ja, goed. In ieder geval, er gaat weer van alles gebeuren. Kijk morgen weer in de vlog. Doei doei! Dankjewel. Abonneer hier, is gratis. En